President Chandrika Prasad Santokhi heeft de afgelopen week een bezoek gebracht aan de Centrale Bank van Suriname. Hij werd ontvangen door governor Maurice Roemer, directie en medewerkers. Na een rondleiding kreeg het staatshoofd een uitgebreide presentatie over verder herstel en versterking van de bank en de economie. Het staatshoofd heeft bij deze gelegenheid bijzondere belangstelling getoond voor de kwestie van hoge rentes. Governor Roemer ging breedvoerig in op alle aspecten hiervan. President Santokhi heeft onder meer gezegd goed te begrijpen dat de bank in het afgelopen anderhalf jaar hard heeft gewerkt aan het herstel van haar structuur. Het staatshoofd deed een beroep op de leiding alle maatregelen zo breedvoerig als mogelijk uit te leggen. De president bleef ook stilstaan bij de zelfstandige positie van de Centrale Bank van Suriname. Hij trok de vergelijking met de rechterlijke macht. Zelfstandigheid betekent volgens het staatshoofd niet dat er niet gepraat moet worden. Hij benadrukte dat dialoog en overleg juist belangrijk zijn. Tussen de regering en de moederbank is sprake van goede communicatie met respect voor elkaars zelfstandigheid. En dat is goed voor het functioneren van de centrale bank en de regering.